Mais non, mais lui, tu l'achètes pas, mais juste tu le regardes. Ah, histoire de savoir si. Hey, dag Erika. Hoi. Naar wat ben je op zoek hier in deze winkel? Ik heb de winkel. En ben je aan het doen? Nee, ik kom kijken. En de winkel aan het kijken? Wauw. Leuk. Maar je bent op zoek achter iets heel specifieks, hè? Ja, dat was leuk, dus, maar ik heb gehoord dat het 30 euro is. Ja? Dat is normaal, want ja? Die knuffel doet ook iets, dat is speciaal. Dus dat gaat helemaal met de oren te flapperen en zo. Dat gaat ja? Dumbo. Maar ik heb gehoord dat dat een van de leukste dingen is. Ik weet niet zeker waar, maar kun je maar zoeken. Ja, dat is zeker. Oké, okay. Let's go. Het is een beetje die prijs ook van de meeste knuffels in Disney. 30, 40 euro zoiets? Ja. Ja, maar hij zit hier in die winkel, dus het is een specifieke knuffel die je zoekt. Ja. Oh ja, er is hier ook nog een leuk weetje, mensen. Dus ik ga dat een keer vertellen. Sinds kort is de plastic zakjes hier in Disneyland Parijs afgeschaft. En wat gebeurt er dat afgeschaft is? Heb je een alternatief nodig voor zakjes? En welke zakjes hebben ze nu? Ja, inderdaad. Bruikbare tas of zak. Ja, die zien er dan zo uit. We kunnen die daar beter tonen. Meneer is hier aan het ophangen. Dit zijn hier de herbruikbare zakken. Wat betaal je daarvoor? Een grote is 2 euro. Een middelmatige is 2 euro. En dan is een kleintje 1 euro. Dus ja, dat is eigenlijk wel nog savant. Dat je slim bent, koop je gewoon een grote van 2 euro. En kun je er veel in doen. Plastic zakjes zijn afgeschaft hier in Disneyland Parijs. Ze zien er dan zo uit. En dit zijn de zakken die je moet kopen. 2 euro betaal je daarvoor. Zeg je van ik wil geen zak? Ja, dan kan dat ook. Dat is geen probleem. Dus ja. Maar je bent niet verplicht. Wel een optie. Kijk wie ik gevonden heb. Stitch! Yay! Oh, Stitch. Ga je hem pakken? Nee. Oh, jammer. Moest ik ooit een keer grote meenemen, maar ik ga daarmee wachten. Ja, inderdaad. Tot met de zomer of zo. Oké, summer days. Oh yeah. Ah, de volgende winkel. Daar gaan we. Oh, dat is ook nog tof. Zeg je zo van, ik wil een rugzak in plaats van een tas. Kan je gewoon dit kopen. Is ook handig. Maar herbruikbare tassen zijn hier nu in Disneyland in plaats van plastic zakjes. Ik ga een foto nemen. Iemand dat ik ken. Welke foto ga je nemen? Van die dingen. Iemand dat ik ken. Zij van mij. Ik ga kijken waarvan die lange tassen zijn. Maar ik ga eerst een foto nemen. Ja, ja, ja. Want dat zijn zo van die herbruikbare bekers, hè? Ja, het is daarmee. Ja. Dat waren wij deze morgen. Wauw. Hier ze. Een van... Buzz Lightyear. Ja, Buzz Lightyear. Ja, Buzz ik heb ook een tasversie. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Hé, dat zijn hier ook nieuwe zeker. Wacht even. Ja? Kijk, sta je voor dat ik dat koop voor Joe. Die hondenbekers, ja, dat kan. Hé, hey, leuk. Hey. Dat is mijn hond. En ja. Een hele lieve hond. Ik zeg, juist tegen Joe, sta je voor dat ik zo koop voor Joe. Ja, je kan dat kopen. Doe maar mee. Koop er eentje voor Joe. Als hij eruit drinkt, dan heb je geluk. Als hij dat niet doet, dan heb je pech. Ik ga straks terugkomen. Maar je bent niet verplicht voor dat te kopen, nee. Hou er rekening mee, we moeten ook nog naar Europa Park. Ja, ik weet het. En nu zit ze zo een beetje te denken van... Oh, ik moet kiezen. Oh nee. Ja, ik denk dat ik moet kiezen. Ja. Kom, we gaan zoeken naar die olifant, naar Dumbo. Ja. Want het is Dumbo dat je wilde, hè? Ja, maar eentje met flaporen. Met flaporen. Dat die oren bewegen, eigenlijk. Met flaporen. Erika is aan het shoppen vandaag. Het is een keer niet Jordi die aan het shoppen is, het is Erika die aan het shoppen is. Gezellig. Ja, vandaag shopt Erika nog graag. En nu hebben we goed nieuws.
Gaan we het vinden? Ja of nee? Dat is de question. Dat is de vraag. Mouse Party World of Mickey's Mouse Party. Ja, Erika. Het is afgelopen met 90 jaar Mickey. Ja. En toch verkopen ze nog spulletjes. Ja, maar ja, proberen het natuurlijk proberen. Ja, dat is waar. Heb je iets gevonden? Wauw. Wat? Ah ja, Sam er soms, ah ja, ja, Sam er soms eentje van Mickey en Minnie ook. Ja, dat is wel mooi. Mensen zien het, ja, ook. Ja, is wel cool. Of dit hier. Hey, hoi hoi, gezellig. En wat hebben we hier nog allemaal? Hey, die is ook wel cool hier boven zo. Mooi. We hebben wel mooie dingen daar. Oh, stampertje. Sinds wanneer ze veel dingen van stampertje? Sinds wanneer dat hij dat gezegd heeft dat ze niet zoveel hebben van stampertje. Het is wel alweer zo'n huis. Ja. Hey mensen, het is korting in Disneyland. Het zijn solden. Mooi, hè? Heerlijke solde, min 50%. Ik heb slecht nieuws. Ik heb ooit nog de volle pot betaald voor die tas. En ik had nooit gedacht dat dit in reclame ging komen te staan. En ik had meer gedacht dan die figuren van 25 jaar Disney in reclame ging staan. Maar ik vind ze niet. En dan hebben we ook nog zo'n leuke tas hier. Unlock the fun. Nu ja. Goed, ga ik die nog meedoen? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze leuke spelletjes hebben in reclame. Zo. We zijn op zoek naar Dumbo-oortjes. Dit is die oortjes, een knuffel met oortjes die kunnen flapperen. Ah, een knuffel van oortjes die kan flapperen. Nee, een knuffel van Dumbo met oortjes die kunnen flapperen. Ah ja, en daar zijn we naar op zoek. Ja. Oké, okay. Cool. We gaan naar het... Nou, waar gaan we? Naar naar Marvel Festival. Season of Game. Ja. En die ga ik filmen met mijn gsm. Waarom? Ik heb een gebrek aan SD-kaarten vandaag. Ik ben zo excited om naar Disneyland te komen en met mijn nieuwe camera. En het ergste van al is eigenlijk, je zult dat niet verwachten, vergeet wel mijn SD-kaartjes zeker. Die zit thuis nog in mijn computer. Ik had er gelukkig nog twee bij. Maar ik heb nog een half uurtje op deze kaart. En ja, ik zou heel graag ook de kwaliteit van mijn nieuwe camera blijven houden voor de shoppingvideo's. Dus nu gaan we naar Season of Marvel. En daar ga ik filmen met mijn gsm. Dus jullie zijn gewaarschuwd. Ik ga wel nog meedelen, mensen. Ik ben geen grote Marvel fan. Ja, en heb je al een keer gaan kijken naar de Marvel video's? Ja. Naar de Marvel films? Wat ik wel heel tof vind is, ik heb twee films van Guardians of the Galaxy gezien. En dat vind ik wel tof. Ja, die zijn wel cool. Dat vind ik ook wel. Maar een echte fan van Marvel? Nee, dat ben ik niet. Ik ben meer Star Wars. Mensen, ja. Ik snap nog altijd niet wat jij ziet in Star Wars. Hoe meer je dat uitlegt aan mij, dus hoe meer dat ze dat uitlegt aan mij, hoe minder dat ik ervan snap. Dat is echt ongelooflijk. Ja, maar ik denk dat het meer like... Ik ken mensen die meer voor Star Trek zien dan voor Star Wars. Weet je wel? Ik vind Star Wars leuk, maar Star Trek ook. Ja, Star Trek is meer de realiteit van vandaag. Hé. Star Wars is echt zo van, hey, dit is Star Wars en... Ja, het is back to the future. Het is niet go to the future, van Star Wars is het echt zo van back to the future. Terugkeren in het verleden, dat is even een beetje Star Wars. Ja, en Star Trek is eigenlijk technologie van nu, maar dan veel beter. Ik denk dat Star Trek binnen 200 jaar dat die tijd is. Over 200 jaar ongeveer. Dat zou kunnen. Misschien, alleen volgens de theorieën. Ja, dat zou kunnen.
dat over Star Trek heb gesproken. Ja. Die coaster. Maar dat kan doen dit jaar waarschijnlijk. Gaan we zeker doen dit jaar. Ja, sowieso. Maar goed, we gaan niet te ver vooruit lopen. We gaan hier nu gewoon een toffe dag beleven hier in Disneyland. En we gaan nu naar Marvel Season. We gaan nu naar het festival van Marvel hier in Disneyland. Nu nog te beleven valt tot ongeveer halfweg juni. Kun je opzoeken 16, op internet. Tot en met 16 in 2019. Ja, dus vandaar. Dus mensen, let's go. World of Disney. Here we go. Weet je mensen, die beelden die hier zit, die hebben ooit nog gestaan in de World of Disney. Of toch bij de World of Disney. Van New York en de Disney Store van New York, zo is het eigenlijk. En dan staan die hier bij de World of Disney van Disneyland Parijs. Goed, we gaan hier iets zoeken. En als ze het hier niet hebben, dan is zo een beetje de winkel. Dat je zoiets zoekt, dat ze het meestal wel hebben. En als ze het hier niet hebben, dan hebben ze het gewoon nergens meer. Ik ben al zo excited dat ik al zelf niet meer uit mijn woorden raak. Dat is echt zot. Erika is niet bij te houden vandaag. Dat is een beetje jammer. Ze is aan het zoeken en aan het zoeken. Zoals dat ik naar de winkel ga soms. En dat is nu Erika aan het doen. Zo shop ik eigenlijk. Rondlopen en kijken als ik het zie. Ja of nee. En zie ik het niet. Dan ben ik toch niet tevreden. Is een groot woord. Ben ik een beetje teleurgesteld. Hey Erika. Hey. Vind je het? Wat je moet vinden? Ja, 2 minuutjes. En hier zijn we dan weer. We gaan even schoen zetten. Yay. Zo, we zijn aan het shoppen hier in de winkel. Gezellig. Mega leuk. Ja, we zijn aan het zoeken naar Dumbo-oortjes. Of toch een knuffel van Dumbo. Maar waar vinden we dat? Dat is de vraag. We hebben Aladdin. Ik zie Aladdin. Ik zie Aladdin-knuffels. Wauw. Hey. Wow. Gezellig. Kijk, cool. Of bijvoorbeeld dit hier. Dit is ook nog heel leuk. Wauw. Vindt u het kind mooi? Oké, ja. Ik vind het wel mooi. Ja, het is een redelijk correcte prijs. Het is Disney. Ja, het is wel mooi. En dan hebben we de doos nog. Oh, de lamp met 2 kopjes. Wauw. Kijk. Dit is hem. Hey. Wauw. Vind ik het mooi? Is het mooi? Ja, het is speciaal. Het is Aladdin. Oh, Erika roept, denk ik. Volgens mij heeft ze het gevonden. En? Oh my god, hij is gevonden of zo. Ja. Wow. Dat moet ik dus met een sjaal. Wat valt nog mee eigenlijk? Zie ik, zie het toch? Ja, klopt. Dat hoort van iemand dan op social media. Hey. En hoe gaat hij dan? Maar dat is een robotje. Ik dacht dat je echt bedoelde die knuffels. Het is een knuffel, hè? Ja, maar ik dacht dat je echt zo bedoelde zo dat je dat op je hoofd kon zetten of zo. Oké. Olifantendans. Erika is er al helemaal zot van. Maar die blijft maar gaan, hè? Ik ga en moet je die zelf uitzetten? Voilà. En welk nummer zal er eigenlijk in zitten? Dumbo the Flying Elephant. Maar dat is van die nieuwe film die erin zit, dat nummer. Ik vind het wel cool eigenlijk. Wauw. Oké. Next. Dus je hebt ze gevonden, ja, die staan hier. Ja, dat je eentje wilt, ga je hem er nog aan mee pakken, want... Ja, ik weet het, maar nog heel een dag. Op is op, Erika. Op is op. Ja. Stampertje. Ja, op is op, Erika. Maar je wilt, moet je meepakken. Je hebt er nu achter gezocht. We zijn speciaal naar de World of Disney gekomen. En dan komt Erika zo af. Ja, we hebben nog een hele dag.
hebben nog een hele dag. En dan gaan ze vanavond hier terugkeren. En wat gaat Erika zeggen? Dumbo is weg! Oh nee, Jordi! Zo toch? Ja, voilà. Ho, een golden tip. Luister niet naar Erika, luister naar mij. Om iets te kopen. Want Erika ging het niet meepakken. En omdat ik zei dat het weg is, dan had er een belletje af. Dan is er hier zo pingelingelingelingeling, 34 euro. Nee, nee. Daar brandt er een lampje. 34 euro en dan is het zo van pingelingeling. Er gaat een lampje aan. En dan gaat hij vliegen. Het zou kunnen zijn dat je hem niet meepakt dat hij gaat vliegen is. Hey. Alsjeblieft. Ja, sorry, maar dat moet ik veel vroeger. Ja, die zou misschien wel gaan vliegen zijn. Die gaat vliegen. Oké, okay, dit is hem dan. Gezellig. Hoi, Koos. Oh. Je hebt hem toch gekocht. Erika had een keer geluisterd naar mij. Proficiat, Erika. Hallo. 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 Terwijl ik op de kermis dat je gaat gaan zitten. Leuk, hè? Dames en heren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze shoppingvideo van Erika en van mij. Ik heb mijn powerbank in mijn handen, want mijn camera is een beetje plat aan het gaan. Maar hey mensen, vergeet jullie zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, mij te volgen op de social media. Laat zeker een reactie na, dat is zeer plezant. En Erika gaat daar lolifanten in gaan stoppen. Wauw! Hey, tot de volgende keer maar weer. Dag! Daar gaat ze. Daar gaat ze. Wow. Bye bye, Erika.